Echt een heel vrolijk, open meisje. Je ziet meteen aan haar hoe ze zich voelt. Een lekkere, ronde baby. Ja, echt ons meisje. Echt van, oh, dit ben je. Het idee dat ik vader werd, vond ik ook geweldig. En ook nog een meisje. Nou, ik vond het echt helemaal super. En heel veel vrienden en vriendinnen die kwamen ook kijken. En er was eigenlijk, ja, viel er niks echt op. Heel veel mensen zeiden wel van, wat heeft ze mooie lange vingertjes. En toen dacht ik van, ja, inderdaad, vonden wij ook wel. Mooi, ja, echt lange vingers. Ze was een beetje witjes. En nou, het was geen mollige baby. Het was wel echt, ja, dat groeien, dat was wel echt een ding. We zijn toen naar consultatiebureau geweest om eens te kijken van oké, wat is er nou echt aan de hand? Ik had ook nog steeds niet zoiets van, goh, ja, ik begin me zorgen te maken. Ik had zoiets van, ja, dat komt wel goed, hè? Ze heeft even wat opstartproblemen. Toen we na een week terugkwamen, toen had hij zoiets van, ja jongens, dit gaat niet goed. Ik vind dat ze echt te wit blijft, ze komt ook niet aan. En ik laat haar opnemen in het ziekenhuis, dus we gaan daar wat onderzoek doen. Toen kwam de arts naar ons toe. Toen zei hij ik heb heel slecht nieuws. Jullie dochter is heel ernstig ziek. Nou ja, we zaten hem echt aan te kijken van, waar heeft u het over? We geloofden het, ja, ik geloofde het gewoon niet. Ja, uw dochter heeft een stofwisselingsziekte. Ja, hij zegt van, waar je aan moet denken is gewoon een kind wat zich niet goed kan ontwikkelen. Die misschien niet kan lopen, niet kan praten, niet kan zitten. Die vroegtijdig overlijdt. En dan stort je wel echt je complete wereld in. Echt, ik viel letterlijk, of ik lang aan het vallen ben. Ja. Het was zo zwaar om haar niet te zien groeien en dat het eigenlijk steeds op het randje zat van, ja, ze moet eigenlijk worden opgenomen. Nou, toen werd ze ook nog ziek, kreeg ze koorts en toen is ze met Pasen is ze opgenomen in het ziekenhuis. En toen zijn we begonnen met zondevoeding. Nou, toen hebben we wel 9 maanden in het ziekenhuis met haar gezeten. Zeker nu met Feline, we zijn nu met z'n viertjes. Ik heb ook het idee dat Meerte ziet dat er nog een kleintje om haar heen rent. Dat Meerte ook van opleeft en leven wij ook van op. Dus Meerte geeft ons heel veel kracht en energie om door te gaan. En ja, we denken ook niet te veel aan de toekomst. Garanties heb je niet dat je een gezond kind gaat krijgen. Maar wij hebben nu wel de garantie dat Meerte ziek is en niet beter gaat worden. Ja, en dat is wel een hele zware. Dat vind ik heel moeilijk om mee om te gaan. En soms is het heel, ja, is het zo en leer je ermee omgaan. Maar diep in je hart, ja, wil je niet dat je kind ziek is.